fijn dat we hier zitten. Ja. We zijn hier natuurlijk om uw leefplezier in kaart te brengen. Ja. En uw dagelijkse gewoontes en rituelen. Ja. En wanneer bent u geboren? Ik ben geboren in 1930, februari 1930. En bent u geboren in Nederland? Nee, ik ben geboren in Padang Brarang. Iedereen heeft een verhaal, en vaak ook een bijzonder verhaal, al realiseren veel ouderen zich dat vaak niet. Toen ik begon te doodelen met Wibo, toen zei ook tegen mij in eerste instantie van ja, ik heb je helemaal niks te vertellen. Ik moest er even aan wennen, maar de vragen die ze stelden, die waren voor mij makkelijk te antwoorden. Nou, daar is die Doodle.me tool voor ontwikkeld. Het is een methode die zorgverleners kunnen gebruiken om het leefplezier en eigenlijk de grote leeflijnen van een cliënt in kaart te brengen. Ik trouwde in 1961 in Nederland en ik heb vier kinderen, drie lieve dochters en een zoon die me iedere dag belt. Het doel is om een echte relatie aan te gaan met de ander. En om iemand te leren kennen, maar zonder standaard vragenlijst. En het gaat niet alleen maar over de grote levenslijn of de grote levensverhalen. Leefplezier zit heel vaak ook in alledaagse kleine gewoontes en rituelen. En juist voor ouderen is dat vaak heel erg belangrijk. Ik heb één levensplezier. En wat is dat? Pritje. Ja, dat is pritje. Dit wat we hier doen, dat leren we ook de zorgverleners in het veld. En daarbij gaan we creatief dan ook een middag zitten. Waarbij ze al die doodlemappen die ze zelf maken van hun cliënten vertalen naar de doodleborden. Nou, dan hebben we hier uiteindelijk denk ik de hele doodlemap liggen. Ja. En hoe vond u dit verder gaan? Vond u dit een fijn proces? Ik vond het een leuk proces, ja. Ja? Ik vind het leuk. Ik vind het hartstikke leuk als ik voor het bord sta. Ben ik mezelf. Het biedt in zoverre inzichten dat ze weer goed gaan kijken naar wie ze zelf zijn. Het leven is na de dood van mijn vrouw geheel veranderd. Door die map heb ik mijn eigen identiteit herontdekt. Ik herken mezelf in het bord. Ja.